Nederlandse supermarktketen Jumbo maakt voortaan gebruik van de promotiedisplays van de start-up Pure Value uit Puurs. Dat bedrijf heeft de productie van die displays herdacht en belooft een forse winst op het vlak van CO2-uitstoot en gebruik van karton. Het gaat om zogeheten slimme displays. Een klassiek display waarmee grootwarenhuizen promoties aanprijzen is quasi volledig in karton en wordt na afloop van de actie weggegooid. De Proteus van Pure Value heeft een geraamte in kunststof waarbij de bekleding in de winkel zelf wordt aangebracht en voor de rest herbruikbaar is. En ook voorzien is van sensoren, zoals hier in de supermarkt Jumbo in Rijkenvorsel. De Proteus Smart Display is voorzien van gewichtssensoren. Die gewichtssensoren zitten eigenlijk onderaan in het item. Dus die meten eigenlijk de bovenstructuur. Dat betekent dat als je verkoop realiseert, dat je eigenlijk een gewichtsdaling gaat vaststellen. En op basis van die gewichtsdaling kunnen we eigenlijk constateren dat die display eigenlijk zou moeten bijgevuld worden. Of dat die display eigenlijk niet voldoende verkoop realiseert. Het is met andere woorden mogelijk om de promotie voortdurend te meten. Het levert data op om een gelijkaardige actie later bij te sturen. Want de Proteus wordt niet alleen in de winkel zelf bekleed, maar ook gevuld. Anders dan de klassieke displays. Die worden elders gemaakt en ook elders gevuld om zo in de winkel terecht te komen. Een proces dat al gauw enkele weken in beslag neemt en dus meer CO2 kost. In het model waarvoor Jumbo heeft gekozen heb je een gecalculeerde reductie van karton van 85% en heb je een 90% CO2-reductie. Jumbo is de tweede klant van Pure Value, dat ambitieus is. Wie CO2-reductie en een circulaire economie promoot, heeft de tijdsgeest mee. Dat helpt ons natuurlijk vandaag, waardoor dat wij kunnen besluiten dat we heel veel grote leveranciers, als een Procter & Gamble, als een Unilever, al die partijen vandaag ook in het verhaal betrokken zijn. De start-up Pure Value is gevestigd in Puurs. Het bedrijf is 4 jaar geleden begonnen. De commercialisering is 1 jaar geleden gestart. Er werken 14 mensen.